Of kinderen die dan vervelend waren. Die moesten dan te lang zitten, jengelen. Dan deden wij gewoon wat kier in hun kinderijsje. Waardoor ze gewoon rustiger werden. Best een keur, toch? Keur wat er met champagne ook zit. Ja, precies. Maar je hebt in ieder geval alcohol. Ja, in ieder geval alcohol in. Dan soef. En dan waren ze gewoon rustig. En dan hadden we ook een vrouw. En je had 4 tafels. En we zijn afhankelijk van de fooi. En als je dan tafel... Als je begon op zondag. Want zondag was de leukste dag. Van 12 tot 10 had je dan een shift. En van 2 tot sluit. Als je dan 4 tafels had, was je heel afhankelijk van de fooi. Want je kreeg maar 4 gulden per uur. Per uur. Dus 4 gulden is dan 2 euro. Nou, gewoon eens. 1,85 euro per uur. Dus dan moest je het echt van de fooi hebben. En als je dan tafeltje had waar mijn vrouw zat met een hond. En die bleef uren zitten met maar 1 jenevertje. En verder niet. Dan zeiden we, wil het hond ook wat water? En dan, ja, als het kan, dan deden we wat jenever in de waterbak. Waarop die hond totaal gek werd. En dan moesten we binnen een kwartier moesten met een scheidende hond naar buiten. Hadden we wel een tafeltje weer vrij.